Steeds dicht bij elkaar. Nou, dat is momenteel de atleet met startnummer 220, Jarno van Miltenburg van Hellas. Hij liep in Heusden 14:31:57 en hij vindt het lang genoeg duren. En hij neemt nu de leiding voor de groep 5000 meter lopers. Jarno van Miltenburg, Thomas Boussiant, Galit Chibout en Dennis Licht de eerste 400 meter. Met zo direct nog 2000 meter te gaan bij het passeren van de finishlijn. Ik ben benieuwd naar de plannen van de beide atleten van Haag Atletiek. Het is Jarno van Miltenburg aan de leiding. Matthijs Jans ligt met de beste papieren en heeft de stippeltjes gelaten voor wat het was. Simon Vroenen gaat daar met de titel aan de haal. En we hebben hier nu nog 2000 meter te gaan in deze finale 5000 meter. 39 na drie ronden en de leiding in handen bij het kogelstoten voor de mannen bij Erik van Vreumingen. Patrick Kony staat op 18,06 meter en op dit moment op zilver. En Eddie Cardol 17,31 meter. Hij op dit moment voor brons. Nog drie pogingen te gaan bij het kogelstoten bij de mannen. We zien de atleet van AAC naar voren komen. Jeroen Veldhuis, die hadden we nog niet aan kop gezien. Hij liep in Zwolle dit jaar 14:43:15. En dat is Jeroen Veldhuis dus nu aan de leiding van de groep, de 5000 meter lopers. Nora Ritsen, Groningen Atletiek. Zij verbetert zich bij het Hinkstad springen voor de vrouwen naar 12,10 meter. En komt daarmee op zilver. Daar gaan we weer op de klanken van Tiësto. Het is de atleet van AAC aan de leiding. Maar daar komen de beide mannen van Haag Atletiek weer naar voren. En startnummer 218 momenteel. Jorrit van Malsen van Hellas. Die wordt voorbijgelopen door Thomas Boussiant en Galit Chibout. En dan heb ik het niet helemaal goed gezien. Nora Ritsen naar plaats 3 in plaats van naar 2. Van 12,23 meter is een poging van Maruska Eduarda. Zij op dit moment op de tweede plaats. Hinkstad springen, vrouwen. Nora Ritsen 12,10 meter en het brons. Nog steeds niet duidelijk wie het heft in handen neemt. Het lijkt nu weer Galit Chibout die een tempoversnelling doormaakt. Ik ben benieuwd wat er is overgelegd. Galit Chibout dus aan de leiding in deze finale 5000 meter. Heeft ze de ondersteuning bij het passeren van de hoofdtribune. Bij het speerwerpen die fantastische neerkamper Eymar Vos. Hij staat 6e van 65-21. Welk spel wordt er gespeeld? Het is Dennis Licht die nu anticipeert en meegaat met Galit Chibout. Nog 1200 meter te gaan. Nog drie ronden. Galit Chibout, Dennis Licht. Leon Versluis, hij staat op de 5e plaats met een afstand van 65-31. De klok staat op 11:40. We hebben nog 1000 meter te gaan voor de koplopers in de 5000 meter finale. En terwijl de man van de Rotterdam Atletiek, Jorrit Pels, nog drie ronden te gaan heeft. Dan gaan we naar de laatste 800 meter, de laatste twee ronden voor Galit Chibout, Dennis Licht. Tot aan deze ronde stond ze op de derde plaats met een afstand van 11,72 meter.
door die sprong van Nora Ritsen naar de vierde plaats. Wat wordt het antwoord? En zij vraagt uw steun hier bij de Eretribune. Ik heb het over Angela Winter. Laatste poging bij het hinkstapspringen voor de vrouwen. Meneer Kielsof van de Galit en Dennis zien we tevoorschijn komen. Jesper van der Wielen, de bronzen medaillewinnaar van het EK 123. Dat zijn de drie mannen aan de leiding. 69-69, Patrick Baker, die poging van Jeroen Blommende. We gaan direct kijken naar Lars Timmerman. Hij staat derde met 73-45. We gaan naar de bel voor de laatste ronde. Geef ze het applaus, geef ze ondersteuning. Van het Zuboet, Dennis Licht en Jesper van der Wielen. Angela Winter verbetert zich wel naar 11,94 meter, is echter niet voldoende. Het brons is in handen van Nora Ritsen met 12,10 meter. We gaan kijken naar de laatste poging van Maruska Eduarda. Zij staat op 12,23 meter. We gaan naar de laatste bocht, de laatste 200 meter. Dat is Dennis Licht die zijn versnelling plaatst. En het is Jesper van der Wielen die mee kan. Kan niet zo goed passen. We gaan naar de laatste 200 meter in deze 5000 finale. Kijk eens even naar de verzuim die Dennis Licht hier op plaats. Dennis Licht, en laat er geen misverstand over bestaan. Hij beschikt over de meeste sprintsnelheid voor de eindstreep. Geef de ondersteuning voor Dennis Licht. Dennis Licht en Jesper van der Wielen komt nog heel dichtbij, maar het is Dennis Licht, de Nederlands kampioen 2011, 5000 meter. Jesper van der Wielen wordt tweede, Galit Zuboet derde. Dat is het podium op de 5000 meter. 12,23 meter blijft het voor de Maruska Eduarda en zij het zilver bij het hinkstapspringen voor de vrouwen. De vorige poging 13,53 meter. Alleen dat begint naar de... Dat vind ik voordeel, moet ik zeggen, voor Brenda Baar. De Nederlandse kampioenen bij het hinkstapspringen bij de vrouwen. Maar gisteren ook bij het hinkstapspringen bij de vrouwen. Ook voor haar een dubbel. Haar laatste poging, Brenda Baar. Jesper van der Wielen, we zagen hem zojuist tweede worden, de zilveren medaille opeisen op die 5000 meter. Jesper van der Wielen, de nummer 3 van het EK onder de 23. Tevreden over de race van vandaag, Jesper. Totaal niet. Had ik het idee dat we wat afspraken werden gemaakt onder de. Alleen dat ik het niet zelf aan elkaar klap. Maar de race is dat niet.